Karwei is de goed gekozen naam van de vakbeurs voor doe-het-zelf artikelen, die nu al voor de 8e maal in de Utrechtse jaarbeurs laat zien wat er allemaal veranderd is in deze wereld. Waar het oude gereedschapsbord met hamer, nijptang en zaag heeft plaatsgemaakt voor ultramodern materiaal dat nu ook beschikbaar is voor de amateur. Geheel nieuw is de spuitbus waarmee polyurethaanschuim naar believen gedoseerd kan worden. Men kan er kieren mee dichten, holle ruimten opvullen en buizen omwikkelen en daardoor isoleren. Nieuw zijn ook de plastic hoekelementen die in 8 standen verstelbaar zijn en waarin van 4 zijden latten kunnen worden bevestigd. Onder andere geschikt voor de bouw van broeikassen of schuren. De toenemende doe-het-zelf activiteiten maken fabrikanten steeds vindingrijker. Zo kan tegenwoordig iedere amateur vrij gemakkelijk een muur optrekken, of althans een muureffect creëren. Zelfs cement is nu in zakken van 3 kilo verkrijgbaar. In Haarlem is voor de doe-het-zelver de mogelijkheid geschapen om al die karweitjes in huis ook goed te leren doen. Daar opereert namelijk sedert enige tijd de eerste en tot dusver enige doe-het-zelfschool van Nederland. Timmeren, metselen, stucadeuren. Men kan het hier van vaklui in een cursus van 8 avonden redelijk tot goed leren voor de somma van 190 gulden. En heb je daar geen last van, dan heb je alleen last, dan weet je zeker dat je voorkant goed sluit. Ja. Dus als je wat mortel op de steen leggen. Initiatiefnemer van de cursus en tevens een van de leraren is de zelf in de bouw werkzame heer Muller, die onder zijn leerlingen een cameraman, een boekhouder, een automonteur, een arts en verschillende huisvrouwen telt. Dan gaan we dus de kuiltjes gaan we weer opvullen. Ook in deze cursus blijkt dat het zelf werken in huis niet aan een bepaalde leeftijd is gebonden. Steeds meer mensen gaan ertoe over, omdat goede vaklui van buiten haast niet meer te krijgen zijn of vrijwel onbetaalbaar zijn geworden. En dat doet het zelf fabrikanten en winkeliers springen gretig in de markt. Dit jaar wordt een totaal omzet van meer dan 1,5 miljard gulden verwacht.